Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Bij een nieuw seizoen Smaakmakers. Vandaag bij ons de gast Kees Vaas van The Communication Company. Het bureau voor merken met ambities, zeggen ze zelf. Dus het was ook het bureau wat aan de slag ging met het nieuwe beeldmerk van Breda. We praten vandaag hier met hem aan tafel, maar ik ga hem nu ophalen. We praten vandaag dus met Kees Vaas over de zoektocht naar het DNA van Breda. Maar eerst gaat hij winkelen en de keuken in met chef-kok Jeffrey Boersma van Beers & Barrels. Gevestigd in het Brouwhuis, op steenworp afstand van het kantoor van TCC. Samen met Kees bereidt Jeffrey een proeverij van specialiteiten van Beers & Barrels. Jeffrey staat al bij het Kreeft-Omarium. Je hebt er eentje nodig. Ja, eentje, ja. Goeiedag. Hallo. 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 Leuk alles je weer te zien. Hallo. Hallo. Jullie kennen elkaar, begreep ik, ja. Al wel zo'n een beetje. Van zien, ja. Jeffrey, wat heb je voor ons in pet al? We hebben vandaag lekker de kreeft op het menu staan, dus ja, we kunnen ons blij maken. Ja. Met een heerlijke kreeft, dus je ziet wat heb je? Ik had deze kreeften levend in het water. Verschillende maatvoeringen van 400 gram tot een kilo. We hebben er hier eentje zitten en daar vroeg hij om. Van een kilo? Of, ja, nou, iets minder, kilo of 8, 9, kijk. Keurig netjes. Een mannetje in dit geval. Ja. Dus ja, die kan die bereiden voor jullie. Dus dit is wat je zoekt? Ja, absoluut. Dan ga ik hem even voor je in de doos doen. Kun je hem zo meenemen? Oké, okay, helemaal top, dankjewel. Kijk, kun je hem zo meenemen. Doos zit wel terug. Maak er wel moois van. Ja. We gaan iets surf- en turfachtige specialiteiten absoluut doen. Dus absoluut. Ik denk naar de vleesafdeling ja, dan. Ja, klopt. Gaan we doen. Succes. Dankjewel. Dag. Jeffrey Boersma is sinds mei chef bij Beers & Barrels. De naam zegt het al, bij het in april 2017 geopende restaurant vind je veel biertjes. Getapt van indrukwekkende taps. Zelf te tappen aan je eigen taptafel om uit te kiezen aan de speciale tapwand met 16 tapkranen. Naast biertjes en andere drankjes is ook de menukaart veelzijdig. Vandaag maakt Jeffrey een typisch Beers en Barrels gerecht. Hallo, goeiedag. Mooi stuk vlees voorbij. Ja, zeker. Kijken wat ik hier heb. Kijken, hou je van een stukje vlees? Perfect. Mijn lapje is zo'n 300 gram. 300 gram? Ja. Kijk, dat is een mooi stuk. Top. Hey, kwaliteit. Geweldig. Alsjeblieft. Bedankt, hè. Dankjewel. Dag Stefan, hallo, hartstikke leuk. Leuk dat je weer te zien. Dag Kees. Zo na de zomer. In de herfst, begrijpen, we hebben Jeffrey alvast naar de keuken. Die maakt iets wat typisch Beers & Barrels is. Maar waarschijnlijk al een beetje zo in oktober zie ik dat we dus iets met een bruin biertje gaan drinken. Heerlijk, mijn favoriet onderdeel. Ja, ja, absoluut. Ja. Liever en ook bier dan van wij. Mijne. Nou ja, ik ben een bierliefhebber. Mijn reclamebureau die doet ook veel voor biermerken, voor Jupiler en voor Corona. Maar dit is wel een persoonlijke favoriet van me, dus dat komt goed uit. Prima. Nou, gaan we proeven. Goed. Lekker. Ja, gaan we zeker doen. We gaan hem openmaken. Lekker inschenken. Nou, Leffe, hartstikke bekend merk natuurlijk, hè, uit België. Abdijbier, nooit trappist zeggen. Wordt ook wel eens, hè, de vergissing meegemaakt van dat ze dit trappistenbier noemen. Mag niet, het wordt niet binnen de muren van een trappistenklooster gebrouwen. Derhalve geen trappist, maar abdijbier. Hup, komt-ie. En altijd, nee, toch niet altijd in zulke grote flessen. Dit zijn speciale flessen. Ja, dit zijn speciale flessen van 75 centiliter. Maar uiteraard ook in 33 centiliter verkrijgbaar. Zo, dames eerst, Marieke. Nou, ik doe altijd gast eerst, hè. Gast eerst. Iets netter. Dankjewel. Het doet het heel goed, hè. Vooral bij jonge mensen ook leffen. Ja, ik ben nog heel jong, dus ga ik dan kijken of dat zo is. Ja. Of dat klopt. Nou, alsjeblieft. Ja. Zo. Smakelijk. Dank je. Zo.
Dan ben je blij dat ze zulke grote flessen maken. Ja? Natuurlijk. Ja. Lekker. Ja. Lekker, nou. Dankjewel. We nemen een fles mee en we gaan naar de keuken, want we gaan aan de slag. Handen uit de mouw, Kees. Zo is het. Gaan we. Kijk eens wat ik heb gevonden. Ja, dat is altijd goed natuurlijk. Ja? Moet ik even de kaart zetten? Ja, doen we. Ja. Zo. Nou, de slag zou ik zeggen. Nou, ja, ik ben helemaal voorbereid van wat Kees kan gaan doen. Ja, inderdaad. We gaan vandaag even lekker de kreeft afkoken en marineren. En dan lekker graan weer erover. Samen met ook natuurlijk een mooi stuk ribeye grillen op de Greenhack. Leuk, ja. Ruik het allemaal helemaal de kool, hè? Lekker, lekker uitscrollen, lekker die robuuste smaak aan het vlees brengen. Daarna maken we af met een klein beetje Bernadette. En het is echt gewoon een lekker combo. En wij bij Beers & Barrels hebben natuurlijk twee grote draaierskasten waar die helemaal vol hangen met antrikozen, ribeyes, tomahawksteaks, alles wat je maar kan bedenken kan qua runs en hanta. En dat is echt onze specialiteit. Ik zou zeggen, laten we beginnen. En jij bent vaak gezien gast daar, begreep ik al. Dus, mijn salaris wordt er gestort tegenwoordig. Oh ja, moet je ook niet zo dichtbij zo, hè? Nou, heel veel succes. Kook je thuis ook wel eens? Ja, heel vaak. Oké, dat is een hobby van. Succes, ik moet zo even kijken. Top, ja. Geweldig. Oké, nou laten we beginnen. Ik hoop iets maar heel grof te snijden, want het gaat natuurlijk uiteindelijk nog een blender. Dus dan zal ik even inderdaad aan de handen nemen. Hey, maar het is wel altijd super druk bij jullie. Ja, we mogen niet klagen. Vanaf de opening in april zijn we druk bezig inderdaad. Dat is natuurlijk alleen maar fijn. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook een heel speciaal pand dat voor iedere Bredaner eigenlijk wel betekenis heeft. Ja, klopt. En ik vind dat wat me altijd opvalt, wat er allemaal zit, dat is echt mensen uit alle wijken. Hè? Belgium, Ginneke, Binnenstad. Nee, echt Beers & Barrels is wat dat betreft echt voor iedere Bredaner wel. Het is niet dat we echt één doelgroep hebben of één specifiek. Zet de pitjes in de peper, gaan die mee? Of? Die gaan zeker mee. Oh. We moeten even lekker die extra spijs erachteraan. Kijk, hier hebben we dan de olie. Zal ik er zelf al een slag over maken? Het moet niet veel te zijn, het is meer een soort van kruidenpesto, zeg maar. Geen zout? Geen zout erbij. Nee, kreeft is, ik geloof dat kreeft is natuurlijk een product uit de zee. Dus die bevat ook genoeg zout voor zichzelf. Ja. Ik vind altijd als mensen hetzelfde willen toevoegen, moeten ze dat zelf weten. Maar ik vind heel erg dat je die smaak gewoon op sec moet houden qua zout. Ja, oké, dat is logisch. Bij ons hebben we natuurlijk een iets ander formaat dan deze. Ja, dat zijn gigantisch. Ja, dat zijn de grote formaten die te zijn. En we hebben natuurlijk ook de Jospergril achter staan. Ja. Een speciale houtskoolgril. En dus gewoon, het is gewoon echt spelen met de zuurstof wat dat betreft. Oké. Okay. De kreeft heel erg. Is goed met kreeft? Nou, het gaat niet goed met de kreeft. Nee, ik het niet. Ik wil dat hij nu lekkerder is dan daarvoor. Ja. IJswater. Waarom doe je met ijswater? Nou, om gelijk te zorgen dat hij stopt met garen. We willen dat hij alleen gaart als wij dat willen natuurlijk, niet naar het waterbad. Dus daarom hebben we het met ijswater. Ja. Zodat hij lekker mals blijft, dat de structuur hetzelfde blijft. Want als je hem dus inderdaad gewoon eruit haalt en op de werkbank zet, dan gaat hij door, dan wordt hij stug. En, net als een stuk taal eigenlijk. Ja. Ik zie heel vaak fout maken die sommige koks maken om dat kreeft over te koken. En dan wordt het echt taai. Dus niet te doen. Nee. Dat willen we niet. Nee. Kun je het verder alleen op zich nemen? Ja, absoluut. Ja? Dan wil ik jou graag vragen, Kees, om vast aan tafel te gaan. Hartstikke goed. Dan gaan we het eens hebben over het merk Breda. Heel graag. Hartstikke leuk. Zie ik je zo. Ja? Ja, bedankt voor de hulp. Graag gedaan. Ik ben altijd te boeken. Breda brengt het samen. Dat is de nieuwe stadsslogan van onze stad. Na een intensief traject lanceerde TCC afgelopen juli het merk Breda. Dit is het resultaat. In Breda komen de mooiste dingen samen. De allure van een grote stad en de geborgenheid van een dorp voor bewoners. Maar ook een ideale ligging en een creatief klimaat voor ondernemers. De beste opleidingen en de hoogste kroegdichtheid voor studenten. Gezellig winkelen en een historische omgeving voor bezoekers. Breda brengt het met alle Bredaners samen. Tot één stad met ambitie. Waar de kwaliteit van leven, wonen en werken goed is. Die internationaal perfect gelegen is. Een stad waar we met elkaar voor staan. En die we graag samen verder blijven ontwikkelen.
Een stad waar we samen trots op zijn. En die we graag met de hele wereld delen. Breda brengt het samen. Aan tafel Kees. We zagen zojuist wat beelden zeg maar, van het resultaat wat jullie zeg maar, in... Jullie hebben de opdracht van de gemeente gekregen om mee te denken over het merk van Breda. Klopt, ja. En dit was het resultaat, of misschien ook wel weer het startpunt. Ja. Was het nodig? Nou ja, ik denk het wel. Maar wat we hebben gezien op een gegeven moment is dat mensen in Breda, en dat hebben wij wel eens met een knipoog de Bredaanse ziekte genoemd, is dat wij gaan er allemaal van uit dat de hele wereld weet dat Breda de mooiste stad ter wereld is. Mm-hmm. En wat hier allemaal te doen is. En dat is niet altijd zo. Dus je moet... ook als stad moet je heel kort je verhaal kunnen vertellen waarom je interessant bent om je als bedrijf te vestigen. Waarom het leuk is om er een dagje naartoe te gaan of een weekend. Waarom het een leuke stad is om te studeren. Ook natuurlijk waarom het een leuke stad is om te wonen. En iedereen had dat gevoel wel, maar het stond nog niet op papier. Dat is het eerste wat we nu hebben gedaan. En er was misschien niet één paraplu waar iedereen mee aan de slag kon. Ja, dat klopt. En kan je me vertellen hoe jullie dat hebben aangepakt? Want ja. Het was begin dit jaar, denk ik... Begin dit jaar inderdaad, maar het traject is al eerder begonnen. Er was bij elkaar al 2000 mensen uit Breda, inwoners, ondernemers, allemaal al hadden meegedacht en samen dat verhaal van Breda hadden opgeschreven. Met als korte samenvatting daarvan, Breda is een internationale schakelstad met ambitie, toen, nu, ja. Maar ook in de toekomst. En dat klopt natuurlijk als een bus, alleen is iets te lang om dat verhaal te gaan vertellen. Dus we zijn eerst met die stakeholders gaan zitten, workshops gedaan. Want dat was vanuit de gemeente Breda al, het verhaal van Breda. Ja, dus, ja. Okay, ja. Daar stond iedereen achter. Ja. En wij zijn toen een aantal avonden bij ons op kantoor in de brouwerij gaan zitten met een avond met studenten, een avond met ondernemers. Dus we hebben alle stakeholders hebben gesproken om te kijken of het volgens hen ook klopte en wat het dan voor hen betekende ook. Die schakelstad. Ja, precies. Ja. En dan zag je redelijk dat mensen schakelstad een moeilijk woord vinden. Maar uiteindelijk waar het voor staat, daar wel heel erg achter stonden. Dus onze opdracht werd al heel erg snel van bedenk iets anders voor dat schakelstad. Of leg het uit, of maak het simpeler. Of... Ja, of leg het uit. Maar het is eigenlijk voor heel veel verschillende mensen, mag het iets anders betekenen. En daarom zijn we ook op die dynamic identity gekomen. Dat eigenlijk iedereen zijn eigen Breda-logo zou moeten kunnen samenstellen. Want als Breda één ding niet is, is het een saaie, eenvormige stad. Dus we zouden Breda nogal tekort doen, vonden wij zelf, om daar één logootje voor te maken. Dus we hebben gedaan wat Google ook doet en wat MTV ook doet. Dat mm-hmm. noemen ze in ons vak een dynamic identity. Dus een logo wat eigenlijk steeds kan veranderen. Maar wel altijd herkenbaar blijft. Ja. En dan is natuurlijk de basis de drie Andreas Kruis. Was het voor jou als Bredaanaar een uitdaging om dit nou voor de gemeente te gaan doen? Ja, absoluut. Het is de meest plechtige opdracht die je kunt krijgen. Ik bedoel, we mogen voor veel mooie merken werken vanuit Breda. We maken de campagnes hier voor Interpolis, voor Mora, voor Jupiler. Een Breda's bureau, hè? KLM in het buitenland bijvoorbeeld. Ja. Maar je eigen stad... En bovendien ook een merk wat natuurlijk niet door ons gebouwd wordt nu, maar een merk wat al 800 jaar lang gebouwd wordt door allerlei mensen die hier hebben gewoond of die de stad belegerd hebben of belegerd zijn of ondernemers. Die hebben allemaal bijgedragen aan wat Breda nu is. Mm-hmm. En wij hebben vooral geluisterd en geprobeerd dat in het kort onder woorden te brengen. Maar dit is nou inderdaad eigenlijk hebben opdracht. Jullie als bureau gewoon ook al die dingen die er al waren samengebracht. Jeetje. Ja. Wow, dat zijn hele grote planken. Absoluut. Mooi is dat, hè? Kijk, dat is een beetje ons concept natuurlijk bij BNC bij ons. Een beetje delen. Zal ik je helpen met de borden? Zo? Kan die hier? Is die daar? Ja. Onze lekkerste kip van Breda, zullen we het zelf zeggen. Onze huisgemaakte spareribs, brisket, mooi stukje gegrilde ribeye. En onze badass lobster met kruidenolie. Badass lobster. Dat echt, mooi is dat, hè? Ja. Super, dankjewel, Jeffrey. Alsjeblieft. Nou, gaan we aanvallen dan. Heel graag. Ik wens je heel veel succes daar ook weer mee. En met al die andere mooie projecten en klanten. Waar kan ik jou blij mee maken? Ik pak wel iets. Nou, mijn absolute favoriet zijn die spareribs. Die mag je overigens met je handen pakken ook, hoor. Ja, nou. Huh? Ik doe het een beetje netjes. Heerlijk. Absoluut. En ook nog een stukje van dit misschien? Ja, tuurlijk. Doe we morgen weer een bolle stap. Alsjeblieft. Ja, dan ga ik voor die kreeft toch wel. Ja, denk het wel. Nou, die pakt er wel bij. Ja, toch? Ja.
Dankjewel Kees voor je komst. Tijd en energie. Leuk om er wat meer van te weten. Wilt u thuis dit gerecht nou ook maken? Dan zorgen we ervoor dat Jeffrey het bij ons aanlevert en we dat op Facebookpagina kunnen zetten. En uiteraard zijn we de volgende week weer met een nieuwe smaakmakende gast. Graag tot dan. Ik zeg proost. Cheers. En eet smakelijk. Ja. Breda nu. Je weet het meteen.